is dat ik allemaal schoolspullen heb. Dus die ga ik gewoon lekker laten zien. Hey allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Mijn naam is Chrisje en ik ga zo even schoolspullen halen. En Lian gaat volgens mij gewoon kleding halen. En ik moet nog een vlog bewerken voor morgen en voor volgende week. Want we gaan zondag op vakantie. Dat is allemaal superleuk natuurlijk. Maar die moet ik dus wel, vlogs bewerkt hebben, want anders wordt dat een beetje lastig. Oké, we lopen in het Alexandrium. En mama zat even aan mijn arm, want daar zit nog heel veel lipstift op. Want ik had gisteravond, gingen we foto's maken voor de cover van het boek. Maar ik had geen papiertjes bij me of zakdoekjes om het af van mijn vingers te halen. Want ik had het een beetje beter gedaan met mijn vinger. Dus nu heb ik het op mijn arm gesmeerd, want dat was niet zichtbaar op de foto's. Dus nu heb ik er één grote rode vlek, want mijn lipstift wil er gewoon nooit af. Iedereen die mij ondertussen een beetje kent of mijn vlogs volgt, weet dat ik helemaal gek ben van bananensap. Dus ja, ik kom ongeveer één keer in de zoveel weken. Ja, één keer in de zoveel weken hier in de MCD. En dan ga ik even bananensap halen. En dan ben ik er helemaal blij en dan is alles weer goed. Zelfs als het niet goed was of zo. Of als het wel goed was, dan is het nog steeds goed. Het is echt gewoon mijn baby. Dit is echt het allerbeste drinken dat er bestaat. Okay, zoals jullie wel weten heb ik dus, of misschien heb ik dat helemaal niet verteld. In ieder geval, wat ik dus wou zeggen, is dat ik allemaal schoolspullen heb. Dus die ga ik gewoon lekker laten zien. Maar dan heb ik ook weer wat te doen. Ik heb nog geen. Ik bedenk me ineens dat ik nog helemaal niet aan mijn vlog gewerkt heb. Oké, ik heb kafpapier. En ik ben gewoon heel traditioneel. Ik kaft ieder jaar gewoon mijn boeken. Ik heb ook maar 3 of misschien zelfs dit jaar maar 2. Ik denk ook 3. Ik heb ongeveer 3. Au. Ik heb ongeveer 3 boeken. Dus dat is wel, ik vind het niet erg om maar 3 boeken te hebben hoor. En ze liggen ook altijd op school, dus ik heb ook geen problemen met mijn tas. Dan heb ik, dat heb ik nog meer. Oh, dan heb ik een etui. En ik weet nog niet of ik het sterretje eraan ga houden, want ik vind hem wel schattig. Maar waarschijnlijk gaat hij dood in mijn tas. Want mijn etui heb ik wel gewoon in mijn tas zitten. Ik heb een wiskundeschrift. Die vind ik trouwens wel echt leuk. En ik heb nieuwe potloden. Want op een of andere manier ben ik na de eerste 2 dagen van school gewoon mijn potloden kwijt. En ik heb een geodriehoek. Ik kon er gewoon niet op komen, joh. Want die van mij is. Ik had eerst zo'n geo van de Action. Maar die zijn natuurlijk. Die kun je buigen. Dus die van mij staat nu zo bol. Omdat die altijd in mijn twee gezeten heeft. Ik heb. Nog een paar schriften. Een heleboel lijntjes schriften. Waarvan ik er dus ook maar 2 of 3 nodig heb. En ik had nog iets. En ik heb een passer. Mooie passer. En ja, en misschien is jullie iets opgevallen. Alles is turquoise. En dat heeft een reden. Omdat in het boek is de hoofdpersoon gek. Echt haar lievelingskleur is turquoise. Ze heeft turquoise schoenen, turquoise kleren. En doordat ik dat schreef, ben ik oprecht van die kleur turquoise gaan houden. Dus nu heeft alles bij mij, op de laatste paar weken, heeft het ook turquoise. En ik wil dus ook turquoise schoenen. Want zij heeft turquoise schoenen. En omdat ik dat schreef, alles gaat op dit moment gewoon. Ik voel me heel erg die hoofdpersoon. Maar ik ga nog niet iets spoileren over het boek, want dan vind ik het niet leuk meer. Ik heb bananensap. Het ruikt zo lekker naar banaan. Best wel logisch dat het naar banaan ruikt eigenlijk. De sap van de banaan. Die zit met mijn glas gelijk onder de lippenstift, want ik heb lippenstift op. Nee. En er is echt niks beters dan bananensap. En dat meen ik.